Hallo, daar zijn we weer met Liedje van de Week. En deze keer niet alleen, hè? Wat een toeter! Daar hebben we weer Erik, die gaat me vandaag meehelpen. Op de baritonsaxofoon, superleuk. En we gaan voor jullie uitleggen een liedje, een Braziliaans liedje van João Donato, als ik het goed uitspreek. En het heet Bananeira. En dat betekent bananenboom. Nou, volgens mij is er wel iets voor januari, hè? Of niet? Een beetje warme klank, hè? Ja, precies. Nou, we gaan het eerst even uitleggen. Bovenaan staat een intro. En dat gaan we vier keer spelen. En ik heb hem opgeschreven eigenlijk in een vierkwartsmaat. Maar je moet eigenlijk gewoon voelen in een tweede maat. Dus je moet gewoon eigenlijk de halve noot voelen. Hè? Dus zeg maar gewoon 1, 2. Dus gewoon twee tellen in de maat. Keer het introotje? Ja. Yes? 1, 2, 3, and... We doen hem vier keer telkens. En de vierde keer op het einde staat nog hè, die laten we dan weg. Want dat wordt namelijk de opmaat voor melodietje A. Doen we gewoon even melodietje A. Ja. Doen even een rustig tempo. Dus straks doen we nog een meespeelversie. Dan kan ik gewoon iets sneller doen. Ik speel gewoon even de melodie. Doen we even samen. Ja? Zetten we hem in na 4, Erik. Ja. Ja, komt hij aan? 1, 2, 3, 4. Hetzelfde tempo. Door gewoon een rustig tempo. Ik pak een keertje de akkoorden erbij. 1, 2, 3, 4. Bariton sax. Hij kijkt er ook heel vrolijk bij. Klinkt goed, leuk. Oké, dit is zeg maar melodietje A. En dan gaan we naar melodietje B. Dan moet je even kijken bij cijfertje 2. Want daar zit er nog een kwartnoot bij. Is de opmaat voor melodietje B. Zal ik de akkoorden pakken en jij de melodie, Erik? Ja, dan zit hij bij jou na 4. Gewoon even een rustig tempo. 1, 2, 3, 4. Als we een beetje hebben gehad, gaan we altijd terug één keer naar melodie A. Eén keer het A'tje. Nog een keer doen? Ja. Pakken we B en dan gaan we één keer terug naar A. 1, 2, 3, 4. A'tje.
Oké, dus na B ga je altijd terug naar A. En gaan we terug naar het intro. En dan pakken we keer of vier. Yes. Nou, dan zijn we al een heel eind door het stukje heen. Soleren, daar gaat het straks over de begeleiding van A. Dan heb je eigenlijk vier maten, heb je deze begeleiding. En dan wisselijk. Dan gaat het steeds door. En voor de C-instrumenten is er dan zeg maar G-dorisch. Dus dan heb je 1 mol. Voor de alten is het dan E-dorisch. Hè? Die hebben dan 2 kruisen. En voor de bas-instrumenten, de trompetten en de tenorsax, die hebben dan 1 kruis. En na 4 maten ga je omhoog. Dus er zitten de C-instrumenten zitten in C-dorisch met 2 mollen. De alten gaan dan naar G-dorisch met 1 kruis. Dat moet ik wel goed doen natuurlijk nu, hè? En de bas-instrumenten zitten in D-dorisch. Die hebben geen voortekens. Yes. En als we dat doen, dan kun je op een gegeven moment een riffje spelen. En dan past op riffje 1 en riffje 2. Ja? En dan kunnen we een beetje afwisselend doen. Dat de piano het eerst pakt en dan pakt de blazer. Zo eens kijken. Riffje 2 beginnen, Erik. Ja. 1, 2, Paul begint, hè. 3, 4. Riffje 1. Kunnen we ook weer zo om en om doen? Ik begin als jij dat goed vindt. Ja, is goed. Is goed? Gaat ie. Riffje 1. 1, 2, 3, 4. Als we straks met de meespeelversie, als we naar B gaan, dan kan je ook de tweede regel pakken. Die lange noten als begeleiding. Dus professioneel als ze daar ook proberen te soleren, maar dat is een beetje een ander verhaal. Zullen we een keertje de lange noten van de B'tje doen? Ja. Ja? 1, 2, 3, 4... Doen we nog een keer. 1, 2, 3, 4. Yes. Komt altijd melodietje A erachteraan. Volgens mij hebben we alles gehad, Erik, of niet? Ja, denk ik ook. He? Wij snappen hem, hè? Ja, snappen, snappen jullie hem ook? We gaan een banaantje eten. Oh ja. Ja, dan gaan we eerst een banaantje eten. Hé. Hey. Dus, ja, kijk, hey, er liggen er nog twee. Kijk, voor Erik en Paul. Tot zo met de meespeelversie.